Ik heb meer gekleurde blokken nodig. Wat vind je ervan? Mooie toren, hè? Misschien moet ik iets doen. Iets doen waardoor hij voor altijd blijft staan. Want je weet nooit wat er kan gebeuren. Zoals in dit verhaal. De vos en het konijn. De vos had een mooi huis, gemaakt van glanzend ijs. Konijnshuis was van hout. Maar toen het zonnetje ging schijnen, smolt het huis van de vos helemaal weg. Er bleef alleen een plasje over. Drijfnat ging de vos naar de buurman en vroeg: "Konijn, wil je zo vriendelijk zijn om mij in je huis te laten?" Het konijn was erg aardig. "Natuurlijk, lieve vos. Je bent meer dan welkom. Kom binnen en doe alsof je thuis bent. Maar maak de vloer niet vies." De vos droogde razendsnel op in het huis van Konijn. Ze zag er mooi uit met haar volle staart. Vol bewondering keek ze in de spiegel naar zichzelf. Toen begon ze zich te ergeren aan het grijze konijn. Zijn oren waren veel te lang, zijn ogen te scheel en zijn staart te klein. Belachelijk. De vos besluit het konijn uit huis te zetten. "Wegwezen, anders word ik boos en krijg ik honger en eet ik je op. En nooit meer terugkomen, want daar krijg je spijt van." Huilend liep het konijn over de weg en kwam de hond tegen. "Loentje, waarom huil je zo?" "Nou, weet je, mijn huisje was van hout en dat van de vos was van ijs. Toen het lente werd, smolt het huis van de vos. Ze mocht bij mij wonen, maar toen moest ik weg." "Geen nood, langoortje. Ik zal je wel helpen, hoor. Kom, kortstaartje. Wij zullen wel even afrekenen met die vos. Let jij maar eens op." Toen ze aankwamen, ging de hond blaffen. Maar de vos werd niet bang. De vos lag heel rustig en ontspannen. Plotseling schreeuwde hij het uit. "Hey, hoe durf je hier te blaffen? Ik ga springen, stampen. Ik pak je met huid en haar." De hond begon te bibberen en hield zijn staart tussen zijn poten, klaar om weg te rennen. Maar de vos zei: "Niet bang zijn. Kom maar weer binnen. Dit huis is groot genoeg voor twee. Maar jij, Loentje, jou wil ik niet meer zien. Wegwezen." Huilend liep het konijn over de weg en kwam de wolf tegen. "Hey konijn, ik wil je opeten." "Wolfje lief, eet me niet op. Ik zal een liedje voor je zingen." En hij zong: "Oude vrouw, oude man, ren zo snel als je kan. Pak de koekjes, man." Nee, dat was niet het goede liedje. We gaan verder. En het konijn zei: "Ik had een huisje van hout. Het huis van de vos was van glanzend ijs. Toen het lente werd, smolt het voshuisje weg. Ze mocht bij mij blijven, maar ze zette me op straat." "Oké, ik zal je helpen," zei de wolf. "Ik los het wel op. Erop af." Vlak voor de wolf de vos wilde uitzetten, zag ze hem door het raam en riep: "Kijk eens wie er bij ons komt wonen. Super! Dit huis is groot genoeg voor drie. Maar waarom heb je dat stomme konijn bij je? Jaag hem weg." Huilend liep het konijn over de weg en kwam daar een beer tegen. "Konijn, waarom huil je zo?" "Nou, lieve beer, ik had een huis van glimmend ijs. En het huis van de vos was van hout." "Oh nee, het was precies andersom. Maakt ook niet uit. De vos heeft me uit mijn huis gezet." "Kom, ik laat het je zien." Ze kwamen bij het huis van Konijn. En het zat vol met allerlei dieren. Net een dierentuin. Er was een muis in het huis. En een kikker die kwaakte. De stier had veel plezier. En er was een olifant. Allerlei dieren. Ze pasten er maar net in. De beer had een idee en begon te brullen: "Wat een prachtig huis, zeg! Zo'n mooi huis heb ik nog nooit gezien. Ik wil hier ook wel wonen." Hij probeerde uit alle macht binnen te komen, als een onstuitbare bulldozer. Toen was er veel lawaai. De kleintjes schreeuwden, de grote brulde en het huis viel helemaal uit elkaar. Ze renden weg. En
huis stortte helemaal in elkaar. Ze drukten elkaar bijna plat daarbinnen. En daarom vertel ik dit. Heb je veel rare vrienden? Bouw dan een huis dat groot en sterk is. Nou. Jullie zitten alleen maar binnen hier en weten niet eens dat het winter is. Er ligt heel veel sneeuw. Dan weten jullie zeker ook niet wie Vadertje Vorst is. Oké, sprookjestijd. Vadertje Vorst. Er was eens een hele gemene vrouw. Ze had 2 dochters. Eentje van haarzelf, de andere niet. Een stiefdochter. De vrouw was heel lief tegen haar eigen dochter en gaf haar fruit en lekkere snoepjes. Maar haar dochter was nooit tevreden. De pretzels waren niet zacht genoeg, het snoep was niet zoet genoeg en haar poppen waren niet mooi genoeg. De stiefdochter was het tegenovergestelde. Altijd lief en blij en ze deed alle klusjes in en om het huis. Maar toch had de stiefmoeder een hekel aan haar. En op een dag nam ze haar mee naar het bos en liet haar daarachter. Het meisje stond helemaal alleen bij een grote den, bibberend van de kou. Plotseling kwam er een oude heks aanvliegen. Ze landde vlak voor haar voeten. En toen sprong Vadertje Vorst achter de den vandaan. Ben je weer bezig met je oude spelletjes? Maar de oude heks zei, je weet dat ik geen ijsmeisjes eet. Kijk haar nou, ze verandert zo nog in een ijspegeltje. En trouwens, ik heb een zere keel nu. Je hebt alles zo vastgevroren dat zelfs de kippenpoten van mijn hut muur vastzitten in de grond. Ze zouden wel willen bewegen, maar het lukt ze gewoon niet. Oké. Vlieg maar snel weg. Ga! Morgen is het weer warmer en schijnt de zon. Hij zei het op een grappig toontje, als een echte weerman. Je weet wel, die het weer presenteert op tv. Maar goed, de oude heks stapte in haar grote pot en vloog terug naar huis. Toen liep Vadertje Vorst naar het meisje en vroeg haar op een vreemde toon. Heb je het lekker warm, meisje lief? Ja hoor, Vadertje Vorst, het gaat wel, zei ze. Vadertje Vorst vond het meisje heel beleefd en aardig. Daarom nam hij haar mee om bij hem te wonen. Hij bracht haar naar zijn ijspaleis en zei, klauw bij verendeken, zodat de veertjes vliegen. Dan zal het sneeuwen op de aarde. Als je het paleis schoonmaakt, verschijnt de zon aan de hemel. En als je klaar bent met schoonmaken, krijg je een mooi cadeau. Nee, een plumeau. Nee, een ijskool. Ik weet niet meer wat hij precies zei. Of toch wel, een cadeau. En het meisje deed alles fantastisch. Vadertje Vorst was heel erg blij met haar. Hij besloot haar een piano te geven. Ik bedoel, een cadeau. Samen gingen ze naar een lege plek in het grote bos. Daar zaten de 12 maanden om een vuur. Ze gaven haar cadeaus. Van de lentemaanden kreeg ze een bloemenmand. Van de zomermaanden paddenstoelen en bessen. Van de herfstmaanden een grote zak aardappelen. En van die andere dingen die je in de herfst verzamelt. Oh ja, bladeren! En Vadertje Vorst en de wintermaanden gaven haar 3 mooie witte paarden, een slee, een kerstboom en heel veel prachtige nieuwe kleren. Het meisje kwam weer thuis, gezond en ook rijk. Toen haar stiefmoeder al die mooie dingen zag, kon ze het niet nalaten het meisje te vragen, waar heb je deze spullen vandaan? De stiefdochter was aardig. Ze zette de aardappelen in de hoek en vertelde toen het hele verhaal. De gemene vrouw pakte haar dochter en nam haar snel mee naar het bos. Onder aan de dennenboom at ze boos haar pretzel op. Ze maakte er een knooiboel van. Laat me met rust! Vadertje Vorst sprong tevoorschijn van achter de boom en vroeg haar, heb je het lekker warm, meisje lief? Jij bent dom en oud. Zie je niet dat ik het koud heb? Haal snel mijn cadeaus! Vadertje Vorst ging zitten en vroeg haar opnieuw, heb je het lekker warm, meisje lief? Het meisje sprong boos op en schreeuwde, wat probeer jij nou te doen? Mij bevriezen of zo? Haal wat ik heb verdiend! Vadertje Vorst stond op en zwaaide met zijn staf. Hij veranderde haar zonder pardon in een ijskoud sneeuwmeisje. Ze moest daar blijven staan tot de lente of misschien tot de zomer.
En ondertussen vierde het aardige meisje kerst en deelde haar cadeautjes met iedereen. Lief, hè? Dus onthoud het goed, lieve vriendjes. Alleen aardige kinderen die niet lui zijn, kunnen echte cadeaus krijgen die leuk en handig zijn. En als jij besluit gemeen en lui te zijn, krijg je nooit meer leuke cadeaus. Goed, goed, goed. Waar hebben alle tekenfilms zich toch verstopt? Het is hoog tijd voor een onderzoek. 1, 2, 3, 4, 5 vooruit. We zoeken een leuk filmpje uit. Ik druk nu op deze knop. Masha en de beer, kom op. Zo makkelijk is het dus. Vooruit, probeer zelf